hartelijk welkom bij deze online kennisboost sessie over eenmalig en episodisch vrijwilligerswerk. Mijn naam is Stephanie Kolemaas en ik ben postdoctoraal onderzoeker aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en aan het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nou, mijn onderzoeksinteresses liggen in de filantropie en de filantropische sector, maar ik kijk vooral naar eenmalig en flexibel vrijwilligerswerk en naar filantropie van bedrijven. Nou, deze laatste gaat in op welke wijze bedrijven geld, tijd of goederen schenken aan maatschappelijke organisaties. Nou, op deze twee onderwerpen ben ik begin vorig jaar gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit. En in deze online kennisboost ga ik de komende 20, 25 minuten in op enkele inzichten over eenmalig en flexibel vrijwilligerswerk vanuit de wetenschap. Nou, hierbij is er ruimte voor vragen zoals Jacqueline al aangaf en stel deze dan gerust ook in de chat. Na mijn presentatie geef ik het woord aan Marinka van NL Doet. Nou, enkele vragen die ik wil beantwoorden in deze kennissessie zijn de volgende. Wat is eenmalig en episodisch vrijwilligerswerk? Hoe nieuw is dit fenomeen? Waar komt de trend naar meer flexibel vrijwilligerswerk eigenlijk vandaan? Wie is die eenmalige vrijwilliger? Hoe kun je eenmalig vrijwilligerswerk inzetten binnen jouw organisatie? Wat zijn nu de voor- en nadelen van eenmalig vrijwilligerswerk? En ook heel praktisch, hoe organiseer je eenmalig vrijwilligerswerk? Nou, wat is eenmalig en zogeheten episodisch vrijwilligerswerk? Nou, episodisch vrijwilligerswerk is de verzamelnaam voor allerlei vormen van vrijwilligerswerk waarbij vrijwilligers zich eenmalig of voor korte tijd inzetten voor een organisatie. Dit kan een dagdeel zijn, een dag, een week of een aantal maanden. Nou, na die specifieke klus keert de vrijwilliger gewoonlijk niet meer terug naar de organisatie. Het is vaak gericht op een specifieke taak of evenement. Maar het is lang niet altijd zo zwart-wit en er zijn verschillende typen episodisch vrijwilligerswerk. Nou, MacDuff identificeerde drie typen episodisch vrijwilligerswerk. Nou, tijdelijk episodisch vrijwilligerswerk, waarin vrijwilligers maximaal één dag meehelpen en daarna meestal niet meer terugkeren naar de organisatie. Nou, een goed voorbeeld is natuurlijk NL Doet. Dan heb je interim episodisch vrijwilligerswerk. En hierbij zet iemand zich in voor een organisatie voor een korte periode zonder verdere commitment. Nou, denk aan het bouwen van een school of een waterput in Afrika of het schrijven van een beleidsplan. Dan hebben we nog een derde, dat is incidenteel episodisch vrijwilligerswerk. En dat is kortstondig vrijwilligerswerk met een bepaalde frequentie. Denk aan het jaarlijks organiseren van een kerstfeest of een speciale actieweek die elk jaar terugkeert en waarbij dezelfde vrijwilligers zich elk jaar opnieuw komen inzetten. Nou, hoe nieuw is eenmalig vrijwilligerswerk? Maakt traditioneel vrijwilligerswerk, waarbij vrijwilligers zich structureel en voor langere tijd inzetten voor een organisatie, plaats voor flexibel vrijwilligerswerk? Verdwijnt daarmee de traditionele vrijwilliger en wordt deze vervangen voor de flexibele, eenmalige of eendaagse vrijwilliger? Of is flexibel vrijwilligerswerk, bij wijze van spreken, al zo oud als de weg naar Rome? Nou, één feit staat in ieder geval vast. Het vrijwilligerswerk van nu is niet meer het vrijwilligerswerk van toen. De wereld verandert en zo ook de manieren waarop mensen vrijwilligerswerk doen. Maar is eenmalig en kortstondig vrijwilligerswerk een nieuwe vorm van vrijwilligerswerk of bestaat het al tientallen jaren? Eenmalig en kortstondig vrijwilligerswerk is een nieuwe vorm van vrijwilligerswerk. Is dit een feit of fabel? Laat het antwoord vooral weten in de chat. Nu even kijken welke antwoorden er allemaal binnenstromen. Feit of fabel? Ik zie nog niks verschijnen. Er is geen goed of fout. Laat het gerust weten. We wachten nog heel even. En ik zie fabel binnenkomen. Even kijken of er nog meer fabels en feiten binnenkomen. Voornamelijk fabels, denk ik. Ja, voornamelijk fabels, dus niet zozeer feiten. Dan gaan we nu even kijken naar het... Oh kijk, toch een feit ook.
Nou, dan gaan we nu kijken wat het goede antwoord is. Het is een fabel. Nancy McDuff bedacht de term episodisch vrijwilligerswerk zo'n 30 jaar geleden. En eigenlijk heel vreemd, maar al zo'n 30 jaar lang noemen onderzoekers episodisch vrijwilligerswerk dus het nieuwe en moderne vrijwilligerswerk. Nou, echter bestaat episodisch vrijwilligerswerk al heel lang. Zo is onderzoek naar eenmalig vrijwilligerswerk al terug te leiden naar de jaren 50. Maar we kunnen eigenlijk ook veel verder terug. Want wat te denken van de vrijwilligers die een paar dagen meeginnen naar de bedevaarten naar Lourdes. De eerste trein ging al in 1883. Dus flexibel vrijwilligerswerk bestond al in 1883. Maar er zijn vandaag de dag wel veel meer mogelijkheden om eenmalig en flexibel vrijwilligerswerk te doen. Nou, denk aan een NL Doet, andere eendaagse vrijwilligersactie, acties, festivals, evenementen, werknemers, vrijwilligerswerk, waarbij werknemers van een bedrijf dus vrijwilligerswerk komen doen bij een maatschappelijke organisatie en ook de maatschappelijke stage enzovoort. Laten we eerst kijken naar een tweede feit of fabel. Het traditionele vrijwilligerswerk, is dus structureel en regulier vrijwilligerswerk, wordt vervangen door flexibel vrijwilligerswerk. Is dit een feit of fabel? En je kan het weer laten weten in de chat. Tromgeroffel. Even kijken wat er binnenkomt. Dus weer een fabel. En misschien meerdere fabels. Nog geen feitjes, geloof ik. Toch één feit ook. Dus de meningen die zijn weer verdeeld. Nou, laten we even kijken naar het antwoord, want dit is ook weer een fabel. Het traditionele vrijwilligerswerk, waarbij vrijwilligers zich dus voor langere tijd verbinden aan een organisatie, wordt niet vervangen door episodisch of flexibel vrijwilligerswerk, maar wordt aangevuld met flexibel vrijwilligerswerk. En dit flexibele vrijwilligerswerk wordt vandaag de dag veelal bewuster herkend en ondersteund in zowel de praktijk als de wetenschap. En daarom denken we vaak dat het vervangen wordt, maar het is dus eigenlijk gewoon een aanvulling op de manieren waarop we vrijwilligerswerk doen. Waar komt die trend naar eenmalig en episodisch vrijwilligerswerk eigenlijk vandaan? Nou, weer even een feit of fabel. De tijd beschikbaar voor vrijwilligerswerk is schaars. Is dat een feit of is dat een fabel? Typ je antwoord wederom op in de chat. Kijken wat er zo langzaam al komt binnendruppelen aan antwoorden. Feit of fabel, de tijd beschikbaar voor vrijwilligerswerk is schaars. We zien een aantal antwoord feit. Laat het ook vooral weten als je denkt dat het een fabel is. Maar ik zie vooralsnog voornamelijk het antwoord feit. En dit is ook echt een feit. En onze tijd voor vrijwilligerswerk wordt vandaag de dag eigenlijk steeds schaarser. Nou, daarom wordt vrijwilligerswerk steeds vaker gecombineerd met het behalen van andere doelstellingen. Maar alsnog zijn Nederlanders in vergelijking met veel andere Europese landen of wereldwijd heel welwillend wanneer het aankomt op het doen van vrijwilligerswerk. Nou, over de afgelopen 30 jaar is er niet veel veranderd in de cijfers omtrent vrijwilligerswerk in Nederland en daarmee ook vele andere landen. Nou, in Nederland doet zo'n 42-50% van de bevolking vrijwilligerswerk en geeft een vrijwilliger gemiddeld zo'n 4 uur per week aan een maatschappelijke organisatie. Nou, het aantal vrijwilligers is daarmee redelijk stabiel, maar er is wel een afname zichtbaar in het gemiddelde aantal uur per vrijwilliger. Nou, dit geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor veel andere Europese landen en voor Amerika en Canada. Nou, die opkomst daarvan ligt in het flexibele vrijwilligerswerk. En deze trend naar flexibel vrijwilligerswerk wordt gevoed door verschillende veranderingen in de samenleving. Nou, zo betreden vrouwen vaker de arbeidsmarkt, werken mensen meer parttime, studeren we langer en werken we ook langer en zijn er meer eenpersoonshuishoudens.
Nou, daarnaast hebben we allemaal een drukker leven, omdat we naast werken ook een sociaal leven wensen te hebben met hobby's en reizen. Nou, hierdoor hebben we minder structureel tijd om vrijwilligerswerk te doen, of althans, we maken er minder tijd voor. Maar daarnaast hebben we ook te maken met individualisering. En door het verdwijnen van traditionele sociale relaties, zoals kerk, familie en klasse, is het voor mensen mogelijk om hun leven te organiseren volgens hun eigen ideologieën, normen, waarden, behoeften en wensen. Nou, ze richten dus ook het vrijwilligerswerk in op zo'n manier naar hun eigen behoeften en wensen. Nou, daarnaast zien we, zoals ik al eerder ook zei, dat organisaties ook veel vaker vandaag de dag flexibel vrijwilligerswerk aanbieden. Er is dus hedendaags veel meer mogelijkheid en aanbod om eenmalig en kortstondig vrijwilligerswerk te doen. Nou, en dit leidt uiteraard ook tot meer flexibel vrijwilligerswerk. Nou, wie is nu die eenmalige vrijwilliger? En je ziet hem misschien al aankomen, maar toch weer even een feit of fabel. De eenmalige vrijwilliger bestaat niet. Is dit een feit of fabel? En je weet hoe het werkt, dus je kan het antwoord in de chat schrijven. En ook een fabel, dus de eenmalige vrijwilliger bestaat niet, feit of fabel. De meningen zijn wederom onverdeeld. Nou, het antwoord, dat is eigenlijk een beetje een gemene, omdat het eigenlijk zowel een feit als een fabel is. De eenmalige vrijwilliger bestaat enerzijds wel, omdat sommige mensen echt en alleen maar flexibel en eenmalig vrijwilligerswerk doen. En anderzijds bestaat hij niet, omdat ook een groot deel van de mensen die eenmalig of flexibel vrijwilligerswerk doen, dat combineren met een structurele commitment en dus ook traditioneel vrijwilligerswerk doen. Nou, vanuit onderzoek hebben we echter wel een duidelijk beeld van wie die eenmalige vrijwilliger nu is. Episodisch vrijwilligerswerk is vooral aantrekkelijk voor jonge professionals die wel graag willen bijdragen, maar zich niet structureel willen of kunnen inzetten. Nou, de meeste episodische vrijwilligers zijn tussen de 20 en 45 jaar oud. Die groep bestaat meestal uit jongvolwassenen, van jonge tot middelbare leeftijd met of zonder kinderen en die bezig zijn met de opbouw van hun carrière. Daarnaast zien we echter ook dat vooral bij evenementen zoals NL Doet, die eendaagse vrijwilligersevenementen, dat het gros van de vrijwilligers structurele of reguliere vrijwilligers zijn die op die dag een steentje extra komen bijdragen bij een andere maatschappelijke organisatie. Het volgende deel van mijn presentatie gaat meer in op hoe je flexibel vrijwilligerswerk kan inzetten als organisatie. Want hoe kun je als organisatie eenmalig vrijwilligerswerk zo goed mogelijk benutten? Nou, er zijn grof gezegd drie manieren om gebruik te maken van flexibele vrijwillige inzet. De eerste mogelijkheid is binnen grotere of kleinere evenementen die georganiseerd worden binnen of door een specifieke organisatie. Voorbeelden zijn sportevenementen, religieuze evenementen, culturele evenementen, maar ook festivals of grootschalige clean-ups zoals Landelijke Opschoondag of een evenement zoals NL Doet. De tweede optie vindt plaats in organisaties waarin steeds nieuwe groepen vrijwilligers routinewerk komen doen. Nou, afhankelijk van de behoeften van de organisatie vindt dit dagelijks of wekelijks plaats. Nou, elke dag of elke week komt er dan een nieuwe groep vrijwilligers binnen die het dagelijks of wekelijkse werk van die organisatie zo draaiende houdt. Nou, zo komt er bijvoorbeeld binnen de Ronald McDonald Huizen iedere avond een nieuwe groep vrijwilligers die komt koken voor de families die daar verblijven. Nou, of denk aan een stichting zoals Jarige Job, die verjaardagsboxen inpakt voor kinderen die opgroeien in armoede. Nou, elke dag komen er nieuwe groepen vrijwilligers binnen die die verjaardagsboxen gaan inpakken. Nou, de derde manier is het organiseren van hele specifieke klussen als organisatie zijnde. Nou, denk bijvoorbeeld aan het verwelkomen van een groep werknemers van een bedrijf die onder het mom van werknemers vrijwilligerswerk een specifieke klus bij jou komt voltooien, zoals bijvoorbeeld het schilderen van een specifieke binnenruimte of het opknappen van een kinderboerderij. Nou, wat zijn nu de voor- en nadelen van flexibel vrijwilligerswerk voor jou als organisatie? Uiteraard heb ik ook weer eerst een feit of fabel. Eenmalig en kortstondig vrijwilligerswerk is enkel hinder en lastig voor organisaties. Is dit een feit of fabel? Nou, laat het weten in de chat. Er wordt wel eens gezegd dat eenmalig vrijwilligerswerk alleen maar hinderlijk is voor maatschappelijke organisaties. Maar is dit wel echt zo? Feit of fabel?
Wederom zie ik verschillende antwoorden binnenkomen. Er wordt zowel feit als fabel gezegd. Mijn antwoord geef ik in ieder geval op de volgende slide. Nou, er zitten inderdaad enkele nadelen aan flexibel vrijwilligerswerk. Zo wordt onder andere gezegd dat episodisch vrijwilligerswerk kostbaar is om te implementeren voor jou als maatschappelijke organisatie. Je hebt namelijk alternatieve managementprocedures nodig en processen die parallel lopen aan het managen van structurele en reguliere vrijwilligers. Nou, daarnaast wordt ook wel eens gezegd dat episodisch vrijwilligerswerk een relatief lage rendement heeft, want door het kortstondige karakter is er een lage productiviteit. Ook kan er onvrede ontstaan onder structurele of reguliere vrijwilligers, omdat episodische vrijwilligers vaak de krenten uit de pap mogen halen. Zo zijn het de eenmalige vrijwilligers die met NL Doet wellicht met cliënten naar de dierentuin mogen, terwijl de reguliere vrijwilliger hier misschien wel het hele jaar al naar uitkijkt. Maar episodisch vrijwilligerswerk kent ook zeker zijn voordelen. En ten eerste kunnen we flexibel vrijwilligerswerk gewoon niet negeren. Als maatschappelijke organisatie kan je daar niet langer omheen. Maar eenmalige vrijwilligers zijn ook onmisbaar voor het plannen, organiseren en het ondersteunen van grootschalige en kleinschalige evenementen. Maar ook bij het verlenen van een natuurramp, bij het verlenen van hulp aan een natuurramp. Daarnaast kent goed georganiseerd eenmalig vrijwilligerswerk juist een hoge productiviteit. Want omdat die klus slechts een korte tijd duurt, zijn vrijwilligers ontzettend gericht op het afmaken en afronden van de klus. Daarnaast kent episodisch vrijwilligerswerk ook vaak grote aantallen vrijwilligers, waarbij vele handen juist veel werk kunnen verzetten. Ook kan eenmalig vrijwilligerswerk toegang bieden tot hele specialistische kennis die de organisatie maar af en toe nodig heeft. Tevens kan het aanbieden van flexibel en eenmalig vrijwilligerswerk zorgen voor veel legitimiteit voor jou als maatschappelijke organisatie. Zo kunnen heel veel mensen kennis komen maken met jou als organisatie en wellicht fungeren als ambassadeur. Ze brengen ook veel nieuwe mensen, ook nieuwe ideeën, perspectieven en netwerken met zich mee, waar jij weer gebruik kan maken als organisatie. Nou, tenslotte wordt er ook wel eens gezegd dat episodisch vrijwilligerswerk wel eens de start is van regulier vrijwilligerswerk. En dat de eenmalige vrijwilliger wel eens kan blijven plakken. Nou, zij gebruiken dan episodisch vrijwilligerswerk om kennis te maken met het doen van vrijwilligerswerk of met een specifieke organisatie. Nou, dit gebeurt echter niet altijd. Want enerzijds omdat degenen die episodisch vrijwilligerswerk doen zich niet structureel willen of kunnen vastleggen aan een organisatie. En anderzijds omdat een deel van die vrijwilligers die dus een eenmalige actie komen doen, al een structurele commitment hebben naar een andere maatschappelijke organisatie. En ze dit dus als een extraatje doen op die speciale dag. Nou, om eenmalig en episodisch vrijwillige inzet nog waardevoller te maken voor zowel vrijwilliger als de organisatie, is het belangrijk om eenmalige vrijwillige inzet goed te organiseren. Maar hoe doe je dat als organisatie? Nou, voor nu een laatste feit of fabel van mijn kant. Episodisch vrijwilligerswerk vraagt om een ander management van vrijwilligers. Is dit een feit of is dit een fabel? Geef je antwoord wederom in de chat. Vraagt flexibel vrijwilligerswerk om een ander management van vrijwilligers? Feit of fabel? Nou, en in de chat komen een aantal keer binnen dat het een feit is. Ik zie nog geen fabel, dus ik denk dat de meerderheid zegt dat het een feit is. Kijk, toch wel een enkeling die fabel zegt. Nou, dan gaan we nu naar het antwoord, want dit is eigenlijk echt wel een feit en geen fabel. Want zeker omdat de contactduur tussen jou en de organisatie, tussen de vrijwilliger en de organisatie vrijwel gering is, vraagt episodisch en flexibel vrijwilligerswerk dus echt om een ander type management van de organisatie. Nou, goed georganiseerd eenmalig vrijwilligerswerk geeft de eenmalige vrijwilliger het gevoel dat zij toegevoegde waarde moeten hebben, dat zij productief moeten zijn en dat vrijwilligers zich op hun gemak moeten voelen. Nou, Marinka van het Oranje Fonds en NL Doet zal hier meer over vertellen.
Nou, wilt u in ieder geval meer weten over eenmalig en episodisch vrijwilligerswerk, dan kunt u met de volgende links het een en ander rustig teruglezen. Nou, dit was mijn deel van de presentatie en dan geef ik nu het woord aan Marinka. Goedemiddag allemaal. Fijn dat ik jullie iets mag vertellen over NL Doet. Mijn naam is Marinka Peerdeman. Ik ben communicatieadviseur bij het Oranje Fonds. En ik ben in die hoedanigheid ook verantwoordelijk voor de campagne NL Doet. En wat is NL Doet nou precies? Want jullie hebben het net van Stephanie, hebben jullie de naam al een paar keer horen noemen. NL Doet is... ik kijk heel even op mijn scherm trouwens, op een groot scherm. Doe ik dat op die? Wat is NL Doet nou precies en hoe is het ooit begonnen? Nou, NL Doet is ooit begonnen als Make a Difference Day van Movisie. En dat is echt al heel, heel, heel lang geleden. Namelijk, dat was volgens mij in 2007, 2008. Vanaf 2009 werd ook het Oranje Fonds betrokken. En een jaartje later is de naam overgezet naar NL Doet. Omdat het een Nederlandse vrijwilligersactie is. Afgelopen jaar hadden we dus, vorig weekend was dat, hebben we de 17e editie alweer gehad. Normaal is NL Doet altijd in maart. Vorig jaar hebben we hem helaas echt een dag van tevoren moeten cancelen vanwege corona. En dit jaar hebben we hem opgeschoven, maar is die op 28 en 29 mei weliswaar net iets kleiner dan in normale jaren. Maar zijn er toch nog zo'n ruim 5500 klussen uitgevoerd. NL Doet is een ontzettend brede actie. Het gaat om allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties, van sportverenigingen tot culturele organisaties, zorginstellingen. Je kan zo gek niet bedenken of ze doen mee. En het gaat allemaal om organisaties die als gemene deler hebben dat zij afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. In normale jaren, dan worden er tijdens NL Doet zo'n 9000 klussen uitgevoerd door ongeveer 65.000 aangemelde vrijwilligers. We weten dat het er in het echt meer zijn, omdat niet alle vrijwilligers zich ook daadwerkelijk aanmelden via het systeem. Maar deze 65.000 weten we in ieder geval zeker. Nou, waarom organiseert het Oranje Fonds NL Doet? Dat is om meerdere redenen. Het Oranje Fonds ondersteunt allerlei maatschappelijke organisaties die afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. En wij vinden NL Doet een mooie laagdrempelige kennismaking met vrijwilligerswerk. Het zet de spotlights op het belang van vrijwilligerswerk. En we proberen met NL Doet ook echt duurzaam vrijwilligerswerk te stimuleren. En daarnaast helpen we sociaal-maatschappelijke organisaties ermee. We zetten ze in publiciteit en we helpen ze ook aan nieuwe vrijwilligers. En tenslotte hoort het ook echt bij het Oranje Fonds. Want het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets goeds wil doen voor een ander. En die laagdrempelige kennismaking. Stephanie die zei het net ook al. Die hebt vrijwilligers die bij eendaagse evenementen meedoen. Dat zijn al de eigen vrijwilligers van een organisatie. Dat zie je inderdaad ook. En daarnaast zijn er ook heel veel nieuwe vrijwilligers die NL Doet juist aangrijpen om een keertje te kijken van, is dat wat voor mij? En is dat een leuke organisatie? Wat is vrijwilligerswerk eigenlijk? En vind ik dat wel leuk? Hoe werkt NL Doet? Ik heb het allemaal opgeschreven, maar ik zal het in een notendop vertellen. Eigenlijk is het een soort matchingsplatform en de Oranje Fonds is de facilitator. We hebben een mooie website waar vraag en aanbod bij elkaar komen. En in eerste instantie roepen wij in een campagne allerlei maatschappelijke organisaties op van, nou ja, heb jij een activiteit waar je vrijwilligers voor nodig hebt? Zet die dan op de website van NL Doet. En als je materialen bijvoorbeeld moet kopen of je hebt eten en drinken nodig voor die vrijwilligers, dan kun je daarvoor ook een financiële bijdrage bij het Oranje Fonds voor aanvragen van maximaal €350. En vervolgens als die website een beetje gevuld is, en dat is zo meestal zo half januari het geval, dan verschuiven we de focus in de campagne en dan roepen we vervolgens in radio, tv en social media roepen we heel Nederland op om eens op die website te gaan kijken. Zo staat er een leuke klus bij die jou wat lijkt en meld je dan aan via de website. En vervolgens gaan wij als Oranje Fonds er ook weer tussenuit. En komen die gegevens van die aangemelde vrijwilligers, die komen bij de klusorganisatie zelf binnen. En vervolgens blijft dat contact ook tussen die vrijwilliger en die klusorganisatie. En
dat was ik nog vergeten te zeggen. Wat heel belangrijk is, want in de campagne ook, is dat je kunt dat we laten zien van ook in één dag kun je echt iets betekenen voor een ander. Kun je een verschil maken, kun je echt een klus klaren en kun je echt mensen helpen. Nou, wat doen wij als Oranjefonds dan tijdens NL Doet om die organisaties te helpen? We hebben natuurlijk de campagne en alle publiciteit die we er omheen organiseren. We sturen allerlei promotiepakketten toe met enorme banieren en posters die opgehangen kunnen worden, zodat je aan iedereen kunt laten weten dat jouw organisatie meedoet aan NL Doet. We hebben de website waarvan alles te vinden is. En daarnaast hebben we ook diverse tools en tips, zowel fysiek als online, om de organisaties die meedoen aan NL Doet te faciliteren. Zoals draaiboeken en posters en conceptpersberichten die je kunt gebruiken. Dus op die manier proberen wij iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden. Stephanie die zei het net al, het onderzoek dat de Erasmus Universiteit heeft uitgevoerd naar eenmalig vrijwilligerswerk, dat leverde een paar belangrijke conclusies op. Het kan toegevoegde waarde geven, het is productief en het stelt vrijwilligers op hun gemak. Dat zijn tips die uit onderzoek kwamen dat heel belangrijk is om te doen als maatschappelijke organisatie. Wil je inderdaad een succes maken van dat eenmalige vrijwilligerswerk? Nou, hoe doen we dat dan vervolgens bij NL Doet? Wij vinden het heel erg belangrijk dat organisaties worden meegenomen in de voorbereiding, zodat zowel de ervaring voor de maatschappelijke organisatie als voor de vrijwilligers die zich bij hen aanmelden positief is. Want alleen als het een positieve ervaring is, dan denk je, nou, ik ga hier nog een keertje aan meedoen. Een voorbeeld hoe we dat doen is dat we bijvoorbeeld allerlei voorbeelddraaiboeken op de website van NL Doet hebben staan. Van hoe pak je het aan als je bijvoorbeeld een ruimte wilt verven? Of hoe pak je het aan als je een buitenruimte wilt opknappen? Hoe pak je het aan als je een uitje wilt organiseren voor je bewoners? En daar hebben we helemaal uitgeschreven van begin tot eind waar je dan aan moet denken. Tot aan, als je een kamer moet verven, hoeveel liter verf en wat voor materialen je ervoor nodig hebt. Alles om ervoor te zorgen dat je als organisatie zo goed mogelijk voorbereid bent, zodat het een mooie ervaring wordt voor de vrijwilligers. We hebben oorkondes om vrijwilligers te bedanken. Er staan op de website allerlei tips en middelen voor publiciteit, zoals posters. En daarnaast hebben we ook nazorg. En dat is dat na NL Doet mailen wij als Oranjefonds nog alle vrijwilligers die hebben deelgenomen. Dankjewel voor je inzet. We hopen dat je het leuk vond. Mocht je enthousiast zijn, kijk dan vervolgens ook nog eens daar en daar. Of vrijwilligerswerk iets vaker voor je is. Neem nog eens contact op met de organisatie waar je bent geweest met NL Doet. En andersom doen we dat ook hetzelfde naar de klusorganisaties die hebben deelgenomen aan NL Doet. En geven we hen nog weer tips en feedback over hoe ze ook na NL Doet de vrijwilligers die zich bij hen hebben ingezet nog eens kunnen bedanken of nog eens kunnen bereiken. Een aantal praktische tips. En op de website van NL Doet staan er nog meer. Maar deze tips die gelden natuurlijk niet alleen voor NL Doet, maar voor altijd. Als je als een maatschappelijke organisatie een keer een groepje vrijwilligers, het kan ook zijn bijvoorbeeld dat een keer een bedrijf uit jouw plaats zich aanmeldt. Zo van, hé, wij willen graag een keertje de handen uit de mouwen steken. Kunnen wij bij jullie terecht? Nou, wees dan goed voorbereid. Een paar tips. Maak alvast een beknopt programmaatje, zodat je de vrijwilligers goed voorbereidt. Zorg goed voor de catering. Op een lege maag kun je niet goed werken. Heel belangrijk. Betrek ook de vaste vrijwilligers erbij. Bijvoorbeeld bij de organisatie van die eenmalige klus of voor de catering. Bij de voorbereiding om spullen klaar te zetten. Zodat ze inderdaad niet, wat Stephanie net ook zei, zo van dat alleen de eenmalige vrijwilligers alleen maar de leuke dingen te doen krijgen. Maar zorg dat het echt iets van de hele organisatie wordt. En dat het ook voor de al bestaande vrijwilligers een positieve ervaring is. Om contact te houden na zo'n eendaagse klus, maak een intekenlijst. Zorg dat je die contactgegevens houdt, zodat je ze op latere momenten nog een keertje kunt bereiken. Wat heel belangrijk is, is dat je iets organiseert wat ook behapbaar is. Het is wel fijn als vrijwilligers echt heel erg een voldaan gevoel hebben van, oh, ik heb echt wel iets gedaan vandaag. En kijk eens, hier kunnen we trots op zijn.
Maar ze moeten ook niet van tevoren denken van, oh mijn hemel, waar ben ik aan begonnen? Dit is veel te veel werk, dat krijgen we nooit af in een dag. En dan zinkt bij voorbaat de moed al in de schoenen. En dat werkt ook niet heel erg bevorderlijk. Dus behapbaar, die past bij de organisatie. En zorg ervoor dat ze aan het einde echt iets kunnen hebben om trots op te zijn. Dit heb ik net eigenlijk al gezegd. Een goede voorbereiding met allerlei. Zorg dat je de materialen klaar hebt staan en dergelijke. Ga vooral op onze website kijken voor allerlei interessante draaiboeken. Die website is het hele jaar in de lucht. Dus ook als je buiten NL doet om eendaagse vrijwilligersactiviteiten doet, ga daar vooral eens een keertje kijken. Nou, helpt dat dan ook? Doet dat dan ook iets dat NL doet? Zet dat eigenlijk wel een beetje zoden aan de dijk? Dat laten we natuurlijk onderzoeken als Oranje Fonds. Daar hebben wij het bureau Avans Impact voor ingeschakeld. En die werkt ook weer samen met de Erasmus Universiteit. En wat wij doen is, wij hebben een zogenaamde Theory of Change hebben wij opgesteld. En dat zien jullie daar linksonder in die slide. En dat zijn die mooie gekleurde blokjes. En wat dat eigenlijk doet, is dat wij zeggen, wij doen dit als Oranje Fonds en dat leidt tot dit en dat leidt weer tot dit. En dan uiteindelijk is dit het hoogste resultaat wat wij met NL Doet willen bereiken. En om te meten of dat nou ook daadwerkelijk gebeurt, of wat wij in gang zetten echt leidt tot de doelstellingen die we daarmee willen bereiken, sturen wij na afloop van NL Doet surveys uit naar zowel de organisaties die hebben deelgenomen als naar de vrijwilligers. En dat is een gelukkig mooi aantal wat we dan kunnen aanschrijven van een paar duizend mensen per survey. En gelukkig reageert iedereen daar ook heel erg goed op. En vervolgens zetten wij dan die surveyresultaten af tegen die Theory of Change. En kunnen we kijken van, doet NL Doet wat NL Doet doen moet. Een paar cijfertjes. We hebben dat onderzoek voor het eerst in 2019 uitgevoerd. We zouden het eigenlijk vorig jaar ook weer een herhaalonderzoek willen doen. Dat ging helaas niet. Dus gaan we hem wel over de editie van 2021 wel weer uitvoeren. En een paar cijfers uit het onderzoek van 2019. Is dat bijna de helft van de NL Doet vrijwilligers een meer positieve houding ten opzichte van vrijwilligerswerk heeft ontwikkeld door hun deelname. Dat 49% van de organisaties een jaar na NL Doet structurele vrijwilligers heeft overgehouden aan hun deelname. En dat het niet alleen om vrijwilligers gaat, maar dat ook bijvoorbeeld 34% van de maatschappelijke organisaties ook blijvende steun van lokale bedrijven door NL Doet heeft gekregen. En dat is dan niet alleen dat lokale bedrijven na NL Doet nog vaker komen klussen, maar ook dat ze bijvoorbeeld materialen sponsoren. Dus het helpt echt. Dit was het einde van mijn presentatie. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Dan kunnen jullie die zowel aan mij als aan Stephanie in de chat zetten. Oh, ik zie er al eentje staan. Wanneer is de volgende NL Doet actie? NL Doet is altijd één keer per jaar. En dat is altijd het tweede weekend van maart. En fingers crossed dat dat volgend jaar weer gewoon kan. En dan zou die in het weekend van 11 en 12 maart zijn. Zijn er nog meer vragen? Ik zal niet binnenkomen. Mag ook nog aan Stephanie, want wij zitten hier nog gezellig met z'n tweetjes. Wat ik in ieder geval nog kan toevoegen aan het verhaal van Marinka, is dat inderdaad het onderzoek wat we aan de Erasmus Universiteit hebben uitgevoerd over hoe ziet zo'n klus er nu uit, hoe organiseer je dat als organisatie om die klus echt succesvol te maken. Dat is ook nog wel leuk dat eruit kwam dat de eenmalige vrijwilliger en zeker de eendaagse vrijwilliger, dus die aan een evenement meedoet zoals NL Doet, dat zo'n dag best een beetje pijn mag doen. Dat is altijd wel een hele leuke. Dus ze hebben graag spierpijn de avond of de volgende dag, omdat ze dan
echt weten van ja, we hebben echt wel iets gedaan en iets verzet op die dag. Wat natuurlijk gewoon een heel goed gevoel geeft. Ja. Dus het mag ook een beetje pijn doen. Ja. Het leuke is ook dat je ziet dat heel veel, zeker bedrijven waar mensen de hele dag op kantoor zitten. En die gaan dan meedoen aan NL Doet. En vervolgens, dan heb je dus letterlijk die spierpijn. Omdat ze ineens in een tuin gaan werken. Of ze staan de hele dag te verven met z'n allen. Dus het is ook wel leuk dat je echt eens eventjes iets anders doet dan wat je normaal doet in je dagelijks leven. Het is dus ook bijna de helft die geen positieve houding heeft. Nee, het is niet dat ze geen positieve houding hebben ten opzichte van NL Doet, maar dat hun houding nog positiever is geworden. Nog even een andere, om zeg maar een beetje toch een recap te geven van ja, hoe organiseer je dat nu als organisatie? Nou, we gaven dus eigenlijk aan van het moet enerzijds toegevoegde waarde hebben. Nou, hoe geef je nu iets toegevoegde waarde? Dus organiseer echt een klus waarvan het ook echt duidelijk is waarom die klus gedaan wordt op die speciale dag. Dus als je een voetbalvereniging bent, dan zou ik het niet aanraden om een klus te organiseren waarin een eendaagse vrijwilliger het gras moet maaien. Omdat dat volgende week toch ook weer gedaan moet worden en het sowieso de rest van de alle andere weken in het jaar toch ook gebeurt. Dus kies echt een klus waarvan het logisch is dat dat plaatsvindt op die dag. En dus zorg ervoor dat het een klus is die normaliter niet zo snel zou kunnen plaatsvinden. Nou, en zorg er dus ook voor dat je de vrijwilliger goed bedankt en goed uitlegt wat de waarde is van die dag aan de vrijwilliger. Nou, de tweede bevinding was dat het productief moet zijn. Nou, dus zoals Marienke ook aangaf, doe iets behapbaars. Vaak zeggen we van nou, kies iets met een duidelijk begin en eind en ook met een echt zichtbaar resultaat. En zorg dan ook dat het afkomt aan het eind van de dag, want anders gaan vrijwilligers niet met een goed gevoel naar huis. Dus zorg dat ze iets kunnen doen met een zichtbaar resultaat, met een duidelijk begin en eind. Nou, en het laatste advies was zorg ervoor dat vrijwilligers zich op hun gemak voelen. Nou, als een eenmalige vrijwilliger bij jou binnenkomt op zo'n dag als NL Doet, dan zijn die vaak niet bekend met bijvoorbeeld jouw organisatie of jouw doelgroep of de klus. Dus zorg voor een goede introductie, voldoende interactie. Zorg dat een vrijwilliger altijd vragen kan stellen aan bijvoorbeeld medewerkers of structurele vrijwilligers die dag rondlopen. Dus zorg er echt voor dat een vrijwilliger zich niet verloren voelt. En zorg voor leuke interactiemomenten zoals een lunch of een gezamenlijke afsluiting. En een laatste die ik daarbij aangeef is ook om iemand op zijn gemak te stellen. En iemand die niet bekend is met je organisatie geeft je ook niet te veel verantwoordelijkheid. Dus bijvoorbeeld verantwoordelijkheid over een cliënt waarmee de vrijwilliger bijvoorbeeld onbekend is. Dat kan voor ongemak zorgen. Dus zorg altijd dat er voldoende begeleiding is op die dag. Ja. Ja, en er staat nog in de chat, is dit voor elke organisatie van toepassing? Kijk, wat je met NL Doet, dat gebeurt er in heel veel organisaties op één dag. Maar wat er tijdens NL Doet gebeurt, dat kun je ook als organisatie gewoon op elke willekeurige dag in het jaar doen. Ga voor hulp ook bijvoorbeeld langs bij maatschappelijk intermediairs of vrijwilligerscentrales. Daar kun je ook altijd hulp krijgen om dit te doen. En dus hoe organiseer je dit? Het is alle tips die Stephanie net nog gaf, plus de echte praktische tips die je bijvoorbeeld op de site van NL Doet kunt vinden, die kun je het hele jaar rond gebruiken. En er zijn diverse apps om vrijwilligers in te laten schrijven voor een klustaak. Bij de site van NOV zijn mooie overzichten te vinden. Op de website van NL Doet is ook een overzicht te vinden van allerlei maatschappelijke intermediairs, vrijwilligerscentrales en apps. En er zijn er steeds meer in Nederland, dus kijk vooral bij jou in de buurt, bij een vrijwilligerscentrale of ze je daarmee anders kunnen helpen. Hoe gaat NL Doet om met verzekering en VOG en dergelijke? En dat is, NL Doet is niet echt, wij kunnen ons niet op al die duizenden klussen apart richten natuurlijk. Dus dat soort zaken, dat is echt de verantwoordelijkheid van de organiserende klusorganisatie zelf, van de maatschappelijke organisatie die een activiteit aanlevert. Okay. Nou, het lijkt wel alsof er de vragen richting een beetje op de pop gaan. Dat is ook een goed teken, want dan hebben dus mensen al hun vragen kunnen stellen. Jullie natuurlijk als eerste ook bedankt. Heel fijn dat jullie dit verhaal over
die vrijwilligers die niet gaan voor eerst de long term, maar beginnen met leuk en enthousiast via of NL Doet of op andere plekken. Ja, fantastisch om daar eventjes wat meer handvatten bij te krijgen. Dus dank jullie wel. Ja. Het is wel mooi ook om te zien, hè? Dus, het verhaal wat Stephanie ook vertelde. Als het gaat over de kracht van veel, dat is ook nog de lezing die Lucas Meijs morgen zal doen. Dus dat klinkt als aansluitende verhalen. Dus ik zou zeggen, ga er naar kijken op het moment dat je dat denkt. Van hey, ook zo rond dezelfde tijd, namelijk lunchtijd, zal Lucas Meijs er ook zijn. Wat ook wel grappig is, wat jij vertelde, Marinka, over dat mensen eigenlijk een beetje de smaak te pakken moeten gaan krijgen van vrijwilligerswerk. Dat is denk ik ook leuk om te weten dat de volgende campagneweek, dus niet deze campagneweek waarin we natuurlijk nu zitten, maar ook de volgende, dat mensen kunnen gaan proeven aan vrijwilligerswerk. Dus we zijn bezig om daar ook het een en ander voor te doen. Mocht je daar meer informatie over willen, donderdagmiddag om 2:00 is daar ook een inspiratiesessie over. Hoe je dus ook mensen ook letterlijk kunt laten proeven aan het vrijwilligerswerk. Naast natuurlijk NL Doet, want die zit natuurlijk gewoon al in maart. Maar jullie kunnen er dus een moment nog aan toevoegen. Want ja, ook dan kun je eens kijken van hey, hoe kunnen mensen meer beeld krijgen van het vrijwilligerswerk. En verder kwam er ook nog een vraag over de apps. Je ziet inderdaad nu allerlei dingen voorbij komen. Zo zag ik bijvoorbeeld ook Taki voorbij komen. Waarin ook je als vereniging kunt kijken van hey, ik heb dit als klusje, kun je dat doen? En dat schijnt ook een interessant iets te zijn. Ik heb geen aandelen. Dus ik heb er echt, ik heb het niet goed helemaal uitgezocht. Maar het is wellicht interessant om eens te bekijken. Want als we zien dat het vrijwilligerswerk in uren in ieder geval afneemt, betekent dat ook dat er soms meer mensen nodig zijn om te zorgen dat dus dat die vrijwilligersklussen die er liggen en ook die ambities die er ook heel erg zijn, om die dus ook naar een hoger niveau te trekken. En ja, dat doen we met elkaar. Dit zo nog aanvullend op jullie verhaal. En zo klikken we het allemaal bij elkaar. Want voor ons geldt de stelling, de kennis van de een is de oplossing voor de ander. En daar hopen we jullie in mee te nemen. Ik heb jullie al een klein beetje doorverwezen naar nog een aantal andere kennisboost sessies. Daar hebben we er toch nu nog zo'n 16 van. Dus ik zou zeggen, de keuze is reuze. Wat denk ik ook leuk is om te weten is dat komende donderdagavond Nationale Vrijwilligersprijzen. En op het moment dat je denkt, ik wil nog meer inspiratie opdoen over hey, hoe hebben andere clubs en verenigingen en organisaties, hoe zijn die bezig gegaan met het zorgen dat er nieuwe en andere gezichten komen. Daar is door de jury deze keer extra op gelet. Dus wie weet is ook daar nog weer een hoop inspiratie te vinden. Voor nu, dank. Goed ook om te weten dat sowieso de kennisboostsessies onder andere ook door het Oranje Fonds mogelijk worden gemaakt. En ook VSB voor ons en Kansfonds dragen daaraan bij. Dus we zijn naast de inhoudelijke bijdrage hun zeker nog meer verschuldigd. En wij hopen dit allemaal ook door te kunnen geven, zodat er nog meer mensen gebruik van kunnen maken. Ik wens jullie een hele fijne middag verder. Wellicht tot later. En geniet verder van de dag. Bedankt.